Ik hoop dat de ondernemers vandaag in ieder geval een creatief uur hebben, want het is maar een uurtje natuurlijk. We hebben het ook speciaal gepland zodat je nog een hele werkdag daarna hebt, want we begrepen dat dat een wens was. Maar we hopen dat ze elkaar ontmoeten en daar, dat er een soort synergie ontstaat. Want een heel aantal bedrijven hebben producten die elkaar of aanvullen of in ieder geval heel dicht bij elkaar liggen. En ik denk dat het goed is dat zij met elkaar in contact komen. En dat hebben ze net ook al aangegeven dat ze dat heel erg leuk vonden. Brabant staat al jarenlang bekend als een regio waar veel innovaties vandaan komen. Een vorm daarvan is bijvoorbeeld dat je ziet dat er de regio Eindhoven heel sterk in design is. En design bedoel ik dan mee echt een product wat niet alleen een gebruiksvoorwerp is, maar ook nog mooi is om naar te kijken. Maar er zijn ook heel veel andere innovatieve oplossingen als het gaat om milieu of om water. Dus kortom, de provincie Brabant heeft daar een traditie in en wil die heel graag voortzetten. Innovaties zijn er op vele terreinen. Zoals het bedrijf Virtual Proteins dat high-tech medische apparatuur ontwikkelt. Ik heb allerlei mensen om me heen verzameld die met me meehelpen om die innovatie tot stand te brengen. En dat had ook vast op een andere plek van de wereld gekund. Maar Brabant is daar wel erg goed in. Want er zijn wel allerlei partijen die daarin ondersteunen. En het is een warm nest. Ik kom uit een warm nest. Brabant is voor ons een hele geschikte locatie. Wij zijn afhankelijk van om een goede kaas te maken van een goede kwaliteit melk. Die melk wordt geleverd door voornamelijk Brabantse boeren, 100 stuks, waarvan een aantal aangesloten zijn bij de coöperatie Amalthea en een aantal bij onze eigen bedrijf Van Dijk. En daarom zitten wij in Brabant. Wij komen hier vandaan en de boeren zijn de beste. In totaal staan er 16 Brabantse bedrijven in de top 100, maar de meeste hebben nog een relatief lage notering. Bij de hoogste 40 doen maar 3 Brabantse bedrijven mee. De provincie helpt mee om ervoor te zorgen dat dat er volgend jaar meer zijn. Nou, wij proberen het op verschillende manieren te stimuleren, die innovaties. We hebben een aantal regelingen. Wij dragen een substantieel deel bij als het gaat om Europese subsidies. Wij co-financieren al dat soort dingen. Wij hebben ook zelf een programma als provincie waarbij wij bedrijven proberen te ondersteunen. En een van die dingen die in ieder geval zal plaatsvinden is dat we de komende jaren 1000 MKB-bedrijven een quick scan geven over de mogelijkheden die zij hebben voor doorgroei of innovatie.